Het klinkt misschien een beetje cliché, maar echte schoonheid zit van binnen. Niemand is perfect en we hebben allemaal onze onzekerheden en imperfecties. Maar schoonheid begint met je goed te voelen over jezelf. In deze portrettenserie ga ik in gesprek met verschillende mensen die hun perfect imperfections helemaal omarmen en die hier ook echt trots op zijn. Mijn naam is Maartje de Visser, ik ben 20 jaar oud en mijn perfect imperfection is mijn vitiligo in mijn wenkbrauw. Wat is jouw perfect imperfection? Mijn perfect imperfection is mijn vitiligo. Ik heb dat in mijn wenkbrauw en achter in mijn nek eigenlijk. En het zit ook een beetje in mijn haar en voorhoofd. En wat houdt dat precies in? Ja, eigenlijk dat het gewoon pigmentloos is. Kijk, je hebt mensen die bijvoorbeeld heel donker zijn en die heel wit zijn. En ik heb dus echt helemaal geen kleur in mijn huid op bepaalde plekken. En hoe lang heb je dit al? In mijn wenkbrauw, daar kwam het als eerst eigenlijk. En dat was toen ik 1 was. En hoe was het voor jou om hiermee op te groeien? Tot op de basisschool had ik er eigenlijk nooit heel veel last van. Toen vond ik het eigenlijk zelf wel leuk. Ik had wel dat het gewoon normaal was dat ik er wat aan deed. En dat is ook een beetje bij mij thuis gewoon niet gezegd van oh het is lelijk, maar het is anders, dus wil je er wat aan doen. Nou, toen ging ik het eigenlijk altijd verven om de week. En dat pakt gewoon totaal niet. Dus je zat echt een uur lang in de stoel daar eigenlijk. En dan blijf je 3 dagen zitten en dan is het er eigenlijk alweer uit. Maar nooit dat ik toen echt het besef had of zo van dat het gek of zo was. Maar meer voor mezelf van, oh je wilt een beetje hetzelfde zijn als iedereen. Toen ik naar de middelbare school ging, toen ben ik wel echt begonnen met het heel dik tekenen. En had ik echt van die hele hoekige wenkbrauwen. Want ja, toen was het dat je er toch mee bezig was, wat vinden mensen van mij? En ja, toen vond ik het zelf eigenlijk ook wel een beetje gekkig. Dus je zegt dat je je hele middelbare schooltijd je wenkbrauw hebt getekend. Maar wanneer was voor jou dat omslagpunt dat je dacht, ik mag mezelf gewoon laten zien zoals ik ben met mijn wenkbrauw? Nou, dat was eigenlijk dat een vriendin tegen mij zei van, want dan stuur je gewoon op Snapchat bijvoorbeeld foto's naar elkaar en dan is mijn make-up eraf en dan ben ik gewoon hoe ik eruit zie. En toen zei een vriendin van mij eigenlijk tegen me van, joh, ga gewoon eens een dagje zonder dat je je wenkbrauw tekent naar school toe. Dus ik dat doen en mijn docenten wisten bijvoorbeeld ook niet dat ik een witte wenkbrauw had. Dus iedereen dacht dat ik mijn wenkbrauw had geverfd. Dus ik kreeg eigenlijk vooral de opmerking, waarom heb je je wenkbrauw geverfd? Toen dacht ik ook, nou, verrassing, dat is niet zo. En toen had ik een foto op social media geplaatst van eigenlijk dit ben ik zonder plamuurlaag. Toen had een modellenbureau me benaderd dat ze het eigenlijk wel heel vet vonden. En sindsdien heb ik het eigenlijk nooit meer getekend. En maakte jouw wenkbrauw jou onzeker? Nou, ik vond het vooral iets lelijks toen, die tijd. Dus dat maakt je dan ook inderdaad onzeker. Maar het was gewoon puur voor mij van, ik zie er anders uit dan anderen. En ik heb geen zin om daar opmerkingen over te krijgen, dus ik teken het maar. En wat maakt deze imperfectie tot wie jij bent? Ik denk dat deze imperfectie eigenlijk heb gemaakt tot wie ik ben. Omdat ik eigenlijk veel sterker in mijn schoenen ben gaan staan. Ja, als ik op straat loop, dan kijken mensen naar mij en dan gaan mensen fluisteren. En dat is toch iets wat je ja, daar een soort van mee moet dealen. Omdat je toch een beetje bekeken wordt en het is toch anders. En wat betekent natuurlijk jezelf zijn voor jou? Eigenlijk zoals ik net al een beetje zei, dat je gewoon jezelf op je gemak voelt. En dat je jezelf eigenlijk ook gewoon kan waarderen en jezelf ook gewoon mooi vindt, hoe je er ook uitziet. Heb je nog tips over hoe jij je onzekerheden overkomt? Ik denk dat het eigenlijk wel echt in je hoofd zit en het is ook heel lastig en ik denk ook niet dat daar een soort trucje voor is van joh, dit moet je doen en dan is het klaar. Maar je kan wel gewoon even naar jezelf kijken in de spiegel en denken van ja, hoe zou ik er anders uit willen zien? Nou ja, kan dat? Nou eigenlijk niet. Dan moet je jezelf eigenlijk maar accepteren hoe je eruit ziet en je bent ook gewoon, iedereen is anders, je bent gewoon mooi hoe je eruit ziet, je bent uniek. En dat zou je gewoon eigenlijk moeten gaan inzien en zo jezelf accepteren.